Phasmophobia met... Oh, hey. Wat een mooi applaus. Ja, hè? Ja, heel top. Even een applaus. Oké, nou, we hebben eindelijk weer het geld verdiend. We zitten nog steeds in dezelfde avond. Ja. Eindelijk gaat het wat beter, maar... Dus we zijn niet op een goede streak vanavond, laat ik het zo zeggen. Nee, dus deze moeten we ook wel gewoon fixen. Dan praten we het nog, of dan maken we het nog een beetje goed. Als we William Clark gewoon vinden... Ja, we gaan William Clark vinden. Moet er nog meer? EMF Reader. Smudge. Smudge wat chasing one. En Escape. Ja, die kan je tegelijk doen. Moment. Ja, dat is mooi. Alright. Grote cameraatje mee. Past. En... we gaan. Een oude Willow Street House. Altijd leuk. Altijd lekker weer ook hier. Het is geen lekker weer inderdaad. Ik hoorde al iets. Echt? Nou, ik dacht dat ik iets hoorde. Zo. Oké, nou ik hoor zeker wat. Lekker onweertje. Waar zit hier de fuse box? Beneden denk ik. Zo. Dat is aan. Winning. Winning. Geen bot? Nee. Of wel? Ja, wel. Huh? Wow. Een heel kleintje. Oh ja, dit is verstopt. Sneaky, sneaky. Ja, die hebben we vast. We gaan weer echt even geld verdienen, jongen. Ik ben echt hongerig voor geld, hoor. Ik moet echt spullen kopen. Ja, dat is ook wel gewoon nodig. Laten we eerlijk zijn. Oh, ik heb geen thermometer gekocht. Maar ja, whatever. Nou ja. We kunnen het zonder. Moet lukken, toch? Absoluut. Ja, hey, deze spot is goed, hè? Hier zo achter de stoel. Oh ja. Moet je niet vergeten. Dat is de insim spot. Vorige keer was ik dat vergeten. Ja, jij ging achter deze deur eruit vorige keer. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, dat ging niet goed. Dat is niet top. Wat de cursed item is. Oh ja. Ik heb nog helemaal niks gezien eigenlijk. Nee, iets zegt inderdaad. Music box, denk ik dan. Ik weet niet waar die staat op deze map. Geen tarot cards in ieder geval. Nee, ik ken deze map ook gewoon niet zo goed. Ik weet het ook niet, man. Hij is rustig. De geest is ook rustig, inderdaad. Ja. Beneden even kijken. Een thermometer was nu handig geweest, inderdaad, omdat hij heel rustig is. Ja, thermometer is inderdaad perfect nu. Want dan moet hij zich weinig laten zien en horen. Klopt, ja. Daar heb je er echt veel aan. Moet oppassen een beetje met licht, want volgens mij hebben we bovenop best veel aanstaan. Ja, ik doe ze hier weer uit. Ik weet helemaal niet waar de cursed item zou moeten liggen hier, joh. Nee, ik ook niet. Maar ik gok inderdaad een onopvallend ding als de music box. Want ik denk dat we een summoning circle al hadden gezien. Ja, tarot cards ook niet. Een Ouija board hadden we denk ik ook wel gezien. Oh, the fuck? Was jij dat? Of deed ik dat? Ja, ik probeer deze open te maken. Ja. Ja, ik denk dat het... Hey! Oh. Hey, freezing hier! Is deze deur? Hier. Nee, hè? Ja, freezing temps. Wat heeft hij aangehaakt? Oh, dit licht misschien. Licht, klopt. Ja, weet niet zeker. Ja, interruption. Ah, oh, top. Nou, ik weet helemaal niet waar de cursed item is, joh. Nee. Oké, nou, ik leg even alles hier. Tot nu toe heel veel shade vibes, man. Ja, hij is echt verlegen. Eén keer een deurknopje aangeraakt en that's it. Shade kan nog met freezing temps. Of een lichtknopje was het. Kijk, even aanvinken. Evidence. Freezing temperatures en... verder niks. Ja, that's it toch? Ja. Nee, verder niks. Oké, let's take everything inside. Wow, lekker onweertje. Ja, wat ik neem een UV light mee. Ja, en misschien smudge sticks alvast. Smudge, ja. Toch nodig. Hoe is het met onze sanity gesteld? Ik wil even kijken trouwens op internet waar die cursed items liggen, want ik vind het vervelend. Oh, ik kan op verschillende plekken blijkbaar. Hé, hey, nou. Je wordt zeiknat zo. Kom naar binnen. Ja, sorry. Je hebt gelijk. Of die spiegel. Misschien missen we wel gewoon iets. Oh ja, het is letterlijk de spiegel. Hij staat hier. Oh. Kan je een foto maken? Shit, zo. Schrok me dood. Ja.
Hij staat wel verstopt in het hoekje daar, zeg. Oh, ja. Hey. Oké, even kijken, orbs. Ik vind hem nu wel weer minder shaderig. Ja, onze sanity is ook aan het zakken natuurlijk. Misschien moeten we iets meer hierheen verplaatsen, al die shit. Ja, maar hier komt wel rook uit mijn mond, zeg maar. Dus dit hoort wel bij de... True. Bij de ghost room. Oh god. Oh boy. Oh shit, kom. Zo. Oké. Okay. Kan je daar ook blijven staan? Als in dat je hem dan kan blijven zien? Ik denk dat je wel moet bukken. Zitten. Maar je kan wel zien, je kan overheen kijken, toch ook al zit je, zeg maar. Ja, ik kijk echt tegen die leuning aan. Hé, hey, maar deze hunt is niet heel laat. Nou, even kijken voor sanity. Misschien is hij wel heel laag. Ja. Bij mij stond net op 64. Ja, hij zit wel onder de 40. Dus het zou wel gewoon nog steeds een shade kunnen zijn. Wacht, laten we het testen. Laten we allebei een pilletje nemen. Ja, wacht, even kijken. Het is nu allebei op 70. Shade heeft ghostwriting IMF 5. Ja, trouwens, ik had... Met IMF... Oh, je hebt de cam neergezet. Zo, je zag daar ook die bliksem naar binnen. Ja, ja. Ja. Even IMF checken dan maar, denk ik. Ja. Geen orbs. Tot zo. Tot dusver. Nee, nou, laten we die kant op gaan en dan... kijken, want... Fingerprints kan ook nog, maar dan is het een demon. Of een hand to... hand to. Kan nog, nou ja. Uiteraard, zou wat spullen meenemen. Ja, ik heb alles natuurlijk weer meegenomen. Oh. Ik neem gewoon twee crucifixes mee, fuck it. Ja, top. Scheelt weer gedoe. Oh, hij heeft de fuse uit. Weer veel. Oh, heeft hij hem uitgezet? Ja. Kun jij hem aandoen? Ja. Oh, er ligt hier een boek op de grond. Where are you? What is your name? How old are you? Are you French? Ding is shit, toch? Niet. Waar is de... Oh, die zit in de kelder beneden. Ik dacht dat het alles. Where are you? How old are you? You. What is your name? Geen spirit box? Nee, man, niks. Er gebeurt ook weer gewoon helemaal niks nu. Het wijst wel echt tot nu toe allemaal op een shit. Oh ja, hij heeft de dingen wel gegeten, man. Oh, het kruis. Oh ja, ik zie het. Sick. Oh, dan had hij dus ons wel nog een keer gehunt, anders. Ja. Heb je filmcamera hier? Ja, die staat hier. Ja, toch? Even checken voor... Ja, ik check weer even. Oh. Hier, pak jij de UV-light anders. Oh, ja, hier laat hij iets vallen. IMF. Oh, waar? Ja, hier ergens in de kast, lijkt het. Of hier? Nee. Nou, we kunnen geen fingerprints voor checken. Maar het is geen 5 in ieder geval. Oh, nog een keer die crucifix scheten hier zo, hoor. En deze nog een keer. Wow! Die crucifix doen wel zijn werk, man! Ja, crazy. Zijn er geen orbs? Beter. Nee, man. Nee. Oké. Okay. Waar is het? Oh ja, daar. Oké. Okay. Hij schrijft. Hij schrijft. Oh, shit. Hou je bij de foto? Ja, top. Oh, hunt. Ja, move.
hoorde hem de deur aanraken. Ja, hier links, hè? Niet. Oh ja, fingerprints. Ja. Ja? Kan je foto maken van deze deur, hierboven? Ja. Gast, dan hebben we hem. Een demon? What? Nee, echt? Hey, ik ben nu weg, G. Oh ja, oké. Okay. Gast, wat raar. Hè? Even kijken, wat hadden we nou? We hebben... fingerprints en ghostwriting. Een demon. Wow, het is wel een heel verschil met de laatste keer dat wij een demon hadden. Nou ja, maar kijk, op zich... We hadden 2 crucifixes neergelegd en ze zijn minder agressief bij eentje. En hij heeft er 3 keer 1 gegeten, dus we hebben er 3 voorkomen. Ja. En ik zei, we zeiden allebei, oké, relatief early hunt. Ja, dus het feit dat ik die crucifix heb neergelegd, dat heeft ons wel gesaved, denk ik. Dat heeft onze ass gesaved. Oh shit, we moeten nog met de smudge. Oh ja. Oh ja. Ja, die moeten we echt doen. Oh, ik heb alles daar al liggen. Dus ik heb al een smudge en een ding daar liggen. Oké, dan maken we ook meteen een ghost foto. Ja, alleen deze camera is vol. Je hebt daar nog een andere camera liggen, toch? Ik had er nog eentje liggen, ja. Ja. Oké, let's go. We gaan dit doen. Let's get some money, ja! Meteen, nu ik weet dat het een demon is, vind ik het wel meteen spannender. Ja, dat is eng inderdaad, ja. Oké, we gaan het gewoon doen. Oké, hier ergens ligt die camera. Hier, ja, hier op de grond. Oké, let's go. Oh. Kom, we gaan hier staan. Volgens mij ging mijn licht alweer knipperen. Ja, het knipperde maar ook. We gaan hier staan. En dan gaan we naar de spot. Moet een ghost foto nou zonder... Nee, met zaklamp. Met zaklamp. En zo dichtbij mogelijk, zo laat mogelijk. Ja. Oké. Okay. Kom dan, hoe heet die ook weer? Oh ja. Oh, vergeten. Meestal heet hij gewoon iets van Richard of zo. Richard Clark. Bij deze. Show yourself! Show yourself, Mr. Demon. Kijk waar ze staan, helden. Zie hem nu weer opeens uit een andere kamer komen. Ja, dat zou wel echt classic ons zijn hoor, ik zweer het. Dat hij gewoon opeens naast ons zit hier zo. Ja. Verzeker het, ja, even dicht. Daar is hij. Waar? Ja, ik hoor hem. Nee, ik deed de deur dicht. Nee, daar is hij. Huh? Ja. Oh ja, daar komt hij. Ik hoor hem rechts. Ah, oh nee. Ja, oké, okay, hij komt. Ja. Ready? Ja. Ja! Oh, wat een engert! Zak hem uit. Nee, joh, heeft hij... Hij heeft die ghostfoto niet gepakt. Dan ben je. Kijk. Hoe kan het nou? Ik heb ook even vet lang gewacht. Ja, we hebben wel nog een smudge stick hier. Oké, poging 2? Even kijken. Hé, hoe kan het? Ja, dat weet ik ook niet. We hebben wel alle andere dingen gedaan. Ja, we kunnen het proberen. Heb je nog foto over? Ja, ik heb er nog 3. Gozer, let's try. We doen gewoon nog een keer hetzelfde. Ja. Let's go. Let's try. Vergeet niet je zaklamp uit te doen, hè? Nee, dat... Het gebeurde net bijna. Show yourself! Mr. Demon. Niet uit een andere ruimte komen, please. Nee, dat lijkt me ook een slecht plan. Ik kan even de fusebox aandoen beneden, want ik wil hem eigenlijk wel... kunnen zien. Kom, ga dat doen. Ja, maar als we dan gepakt worden, G... Hij gaat ons sowieso hunten. Ja, maar ik weet natuurlijk de smudge. Ik wou net zeggen, we doen sowieso hetzelfde. Het plan is hetzelfde. Je maakt de ghost photo, ik smudge. En we gaan op de plek. Ja. Hij is er, hè? Ik hoor hem. Oké, pak hem op de trap. Ja. Kom maar! Kom hierheen! Ja. Kom dan. Ja, daar zou je hem hebben. Ja! Kom heen! Oh! Oh mijn god.
Hé, hey, kerel. Is dit nu? Hij heeft alweer die foto niet gepakt. Wat doen we verkeerd dan? Ik wilde de lamp aandoen in die kamer trouwens. Het leek me leuk om hem te kunnen zien rennen daar, maar dat lukte niet helemaal. Ja. Tijdens een hunt. Ja, wat doen we dan verkeerd? Kan het niet tijdens een hunt of zo? Jawel, toch? Ja, wel. Volgens mij wel. Oké, okay, nou, fuck it, weet je. We gaan... We hebben sowieso de objective hebben we denk ik gedaan. Toch? Ja. Ja. Het is een goede game. Het is een demon. We hebben hem. We gaan. Let's go. Yeah. Ja, ja. Yeah, $225. Dat is lekker. Lekker gewerkt. Dat is lekker. Roze. Als je naar onze video wil zien, klik daar neer. Nou ja. Klik daar. En abonneer. En abonneer inderdaad. Vergeet dat niet. We zien elkaar later. Tot de volgende keer.